Het is een natuurramp van ongekende omvang. Met ruim 1800 doden in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Het is nu precies 60 jaar geleden en dus herdenken we de watersnoodramp en spreken we de getuigen van 1953. Ik had nog twee zusjes, dus ons gezin bestond uit vijf mensen. En ik werd gewekt 's morgens vroeg om 5:30 door mijn vader. Wij sliepen boven en mijn ouders sliepen beneden. En die waren wakker geworden door het water wat in de kelder liep. En mijn moeder zei tegen mijn vader, moet je eens luisteren, ik hoor water lopen. Dus mijn vader draaide zich om en gromde, je hebt ook altijd wat. Dus ging rustig verder. En op een gegeven moment zei hij, nou dan ga ik wel kijken. En toen ging hij kijken en toen lag er buiten, of lag er water. Dus toen is hij naar boven gekomen, heeft ons wakker gemaakt, dus die drie meiden. En heeft mij mee naar beneden genomen. En hij zette mij dus midden, ja het was niet midden in de nacht, het was 5:30 's morgens. Het was natuurlijk nog donker, dus hij zette mij op de dijk. En hij zei tegen mij, en jij blijft daar zitten tot ik terugkom. Nou, dus ik bleef zitten. En hij ging weg. Ik heb gegild, dat weet ik nu nog. Ik heb zo gegild. Het was zo donker. Het was de storm, het was verschrikkelijk. En voor mijn gevoel kwam mijn vader nooit meer terug. Voor mijn gevoel heb ik daar een hele nacht gezeten, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is... En mijn vader is teruggegaan om mijn moeder en mijn andere twee zusjes. En dat water steeg natuurlijk heel snel, dus toen hij terugkwam kon hij het huis al niet meer binnen vanwege de druk van het water. En toen heeft hij een ruit ingeslagen en zo mijn moeder en mijn zusjes naar buiten gehaald. En zo zijn ze dus gedrieën, zijn ze naar de dijk gelopen om die schuur en om die boerderij heen. En toen kwamen mijn ouders om die hoek en er was de stroming zo snel dat mijn zusje die in de armen van mijn moeder zat gewoon voorover viel in het water. Om welke reden weten we niet meer, maar dat zal die stroom wel geweest zijn. En ze hebben een heel gevecht gehad om door dat water heen bovenop die dijk te komen. Hij kwam op de dijk en toen viel hij op zijn knieën en toen dankte die God dat het gezin gered was. Niet woest dat het gebeurd was, maar dat ze gered waren. Als ik nu mijn eigen kleindochter zie, die is 4 jaar... Nu realiseer ik me pas wat dat was om ook voor mijn vader mij op die dijk te zitten als een kind van 4 jaar. En dan zeggen, jij blijft zitten tot ik terugkom. Ik hoor hem nog zeggen. Het vertrouwen wat hij dan in mij had en dat ik ook niet ging staan, dat ik alleen maar zat te gillen. En dat hij weer terugging, weer terug dat water in, om mijn moeder te halen. Ja, dat, als je daar later aan denkt, dan ja, dat is ongelooflijk. Water kwam al. En ja, je kon niks anders doen toen als wachten. Als je maar boven zit, dan moet je wachten wat of er gaat gebeuren. Komt het water tegen je vloer aan en dan is het gebeurd. Dan wordt het dak opgelicht, klap in elkaar. Als je dan niet op dak zit, dan ben je te laat. Wij waren dat gelukkig toen wel. Bij onze woning. We werden weggedreven. Achterlangs de molen. Naar de volgende straat toe. Maar daar kon je eerst niet komen. Want dat spul wat 's morgens voorbij gedreven was. En dat was allemaal voor die woning. Dus daar kon je niet door.
Ja, van het een op het andere springen en erdoor zakken, het water in natuurlijk. Ja. Goed, je komt toch weer boven en alsmaar klauterend om bij die woning te komen. Want daar konden we naar binnen. We hebben toen bij die mensen droge kleren gekregen. En er zaten er nog meer hoor. Ja, en maar afwachten wat er nu nog gaat gebeuren. En dan ging hetzelfde gebeuren als bij onze eigen woning. Het water tegen de vloer aan. Opgelicht. Dat klapte naar beneden. En vermoedelijk, dat vermoeden wij, is onze moeder daar. Tussen vloer en dak. Maar wij zaten op het dak. Maar mijn vader was bij mijn moeder gebleven. En ja, misschien 2-3 tellen nadien dat wij al op het dak zaten, kwam mijn vader boven water. En het eerste wat hij toen zei, jongens, je moeder is verdronken. Maar we hebben hem op vlot gekregen. Helemaal doorweekt en nat natuurlijk. En ja, dan drijf je weer verder. Gingen we langs een schuur. Ik sprong erop op die schuur. Mijn vader en moeder, of mijn vader en mijn broer, die konden niet meer. En die werden weggedreven. En ja, ik heb ze nooit meer levend gezien. En toen was het inmiddels bijna nacht. Toen kon ik natuurlijk niks anders doen. De dakpannen waren er al af van dat dak. Gewoon een plekje zoeken, want er zaten nog meer mensen op. Jij ging vasthouden aan de pallatten en voor de rest kon je anders niks meer doen. Maar toen was het inmiddels nacht, vroeg nacht. En toen heb ik de verschrikkelijkste nacht van mijn leven meegemaakt. Toen hoorden we gemauw, angstige gemauw. En toen durfden we een heel klein beetje het dakraam open te doen. En er kwamen onze twee poezen. Die waren aankomen drijven op een stuk dak van de schuur. En die klommen tegen ons dak op. En die hadden waarschijnlijk ons gehoord, dat weet ik niet. Een zwarte en een bonte poes. En die kwamen naar binnen. Nou, die twee poezen waren blij. En wij waren blij. En het werd weer nacht. En weer kwam de vloed. En weer heel angstig, want de binnenmuren waren bij ons allemaal uit het huis al. Toen was het maandag en toen zagen we dat er in de verte een roeiboot aankwam. En ja, die poezen mochten niet mee. Dus mijn vader was ook een dierenliefhebber, dus de pan water neergezet, de pan melk neergezet, een stuk van de worst afgesneden en zo hebben we de twee poezen achtergelaten. Het was best wel verdrietig natuurlijk. Toen kwamen wij op het dorp aan en ja, daar was het één groot drama. Er waren heel veel mensen verdronken en er waren heel veel huizen weggeslagen. Er waren twee dijken die nog een klein beetje intact waren.
We zijn 's nachts met een grote boot naar Rotterdam vertrokken. In Rotterdam zijn alle mensen van die boot opgevangen in de Ahoy-hallen. Vanuit de Ahoy-hallen zijn we opgehaald door mensen die ons kenden. Ik ben daar gebleven tot augustus. Nadien was het zomervakantie voorbij en toen mocht ik weer naar Tholen. Daar ging ik naar de Mulo, van Stavenisse naar Tholen. En ik liep in Tholen in september toen de school gestart was en daar zag ik mijn poes. Ik denk, dat is mijn poes. Ik riep hem en hij kwam gelijk naar me toe en kopjes geven en kroelen. Ik denk, hé, hoe kan dat nou? Onze poes was kwijt en nou loopt hij hier in Tholen. Dus ja, terwijl ik er met die poes aan het kroelen was, kwam er een ander meisje en ze riep, oh, heb jij mijn poes vast? Ik zei, nee, dat is mijn poes. Dus dat was even een beetje een touwtrekkerij. Dus ik ben meegegaan naar het huis van die ouders. En ja, die vader zegt, dat klopt, want daar en daar woonden ze. En daar heb ik die poes gevonden. Hij zegt, het is wel toevallig dat jij nou hier loopt en die poes gevonden hebt. Maar ik kwam die poes recht in stoel, dus ik heb die poes meegekregen. En die poes heeft nog heel lang bij ons gewoond.